Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Sword and Shield Avatar Log met Jordi van de Subpar Guys. Selema Pagi. Hoe? Selema Pagi. Ik zei toch, ik zou gaan voorbereiden. Maar wat is de grap? Goedemorgen, in Indonesisch. Ja, dat zou je inderdaad doen, jij. Je zou het, hoe heet het, elke keer in een andere taal doen, toch? Nee, precies. Geen idee dat ik nog volhoud, maar de serie duurt niet lang meer. Ja, ik denk dat we toch nog best wel wat afleveringen nodig hebben straks in Winden, hoor. Ik denk dat we daar ons niet op moeten verkijken. Nee, klopt. Zullen wij gewoon meteen door in de volgende route? Ja, kunnen we meteen naar route... Nee, niet? Waar je het restaurant al ingegaan met Hop? Is dat aan dat plein met die fontein? Ja. En de linker of de rechter? Linker. Nou, daar reed ik net naar binnen, maar er gebeurde niks. Heb je misschien het steekrestaurant al gehad? Nou, ik heb niet gezien in de edits, maar... Even kijken. Zo. Oh, nee. Got it. Ja, ik heb één kleine aanpassing aan mijn team gedaan. Ik heb nu Galarian Weezing eruit gehaald en Galarian Rapidash. Oh, dat is een grote aanpassing. Voor Dusclops en Orbital voor nu. Oké. Dusclops is toch iets bulkier over het algemeen dan Galarian Weezing. Want Galarian Weezing is Poison Fairy. Nou ja, Steel gaan we zo meteen krijgen met Macrocosmos. Daarnaast ben je nog steeds bang voor Ground. Ben je nog steeds bang voor... Nou ja, qua hitteteken lukt dat niet echt. En Galarian Rapidash... Ja, het doet wel damage, maar het kan ook geen damage steken. Nee, precies. Oké. Dus daarom even de switch naar Dusclops en Orbital puur even voor... Hey, iemand gebruikt even een Orbital. Ja. Of dit team lang blijft, geen idee. Want ik wilde oorspronkelijk Mandibus. Maar Mandibus is pas level 54. Ja, dat duurt nog even, ja. Dat duurt nog even. Ja, cutscenes allemaal. Ja, en nu is het weer tijd voor een fight met Hop de Pop. Oh, alweer hè. Altijd maar vechten met Hop. Ja, maar... Voor mij hebben we ook berekening gedaan hoeveel we hebben gehad. Je had in het begin. Dan bij Professor Magnolia. Dan links van Motorstoke. Dan net wanneer je naar Gym 2 gaat. Nou, dan is de eerstvolgende... op die brug? Ja, die brug heb ik al gehad, naar Gym 2. Voor Kabu ook nog heen? Volgens mij had je voor Kabu geen fight. Oké. Nou ja, dan heb je van Motorstoke. Net wanneer je naar de volgende gym gaat, heb je er één. En wanneer je dan naar Surchester gaat, heb je er nog één. 6. En dan heb je nog deze, dit is de 7e al. Ja, net zoveel, nog meer dan gyms die we gedaan hebben. Ja, het is... Dat is... In de oude games is dat niet zoveel als dit. Ja, de enige die in de buurt komt is Black and White. En X en Y, maar ja, die hebben ook meerdere rivals. Ja, dan doe ik meestal, tel ik alleen maar de main rival mee, zeg maar. Ja, nee, klopt. Dus dan Serena bijvoorbeeld, niet die... die Cherno en Trevor. Ja. Nee, klopt. Maar dat is ook een beetje, mijn hele ding. Van, waarom moet je zo met... een rival vecht. Als het bijvoorbeeld een Gary was geweest, een soort van Gary-character, die je gewoon iedere keer een beetje zit te nakken eigenlijk. Oké, prima. Want die zit er gewoon in van, weet je wat, ik heb de gym al verslagen, ik ga even jou testen. Of iets in die richting. Dat voelt gewoon iets beter dan, ja, we zijn vrienden. Ja, oké, maar waarom keur je dan mijn hele team iedere keer uit? Dat is een beetje mijn hele ding met Hop. Terwijl ik Hop nog wel oké vind, maar ik vond Hau echt helemaal niks. Nou, voor mij al eerder gezegd. Ik vind Hau van Sun en Moon niks. Hau in Usum vind ik wel wat. Maar ja, Hop doet het qua gameplay toch net iets beter. Oh, zijn Snorlax, ja, die is zo kut. Wauw, die doet ook echt gewoon geen ene ruk. Flygon krijgt even wat action bij mij. Even kijken, hoe gaan we dit oplossen? Cinderace. Wow. Oh, crit. Ik wou al zeggen, waarom doet hij zo fucking veel damage? Ja, dat begint ze langzaam zeker te doen. Damage. Flink wel ook. Ja, maar alleen maar omdat hij een crit had. Ja. Oké, Snorlax is dood. Even kijken of het doet. Het valt nog wel mee of ik damage een Pyro Ball doet, maar... Ik ben er toch niet helemaal blij mee hoeveel damage het doet. Ja. Nou, dan is het gewoon maar de healing erop te houden en wat potions erin flikkeren. Want ik heb eerlijk gezegd niet echt wat tegen Cinderace. Nee, precies. Want ik kan wel gaan wisselen naar bijvoorbeeld mijn Colissapot. Maar ik kan ik al één ding gaan beloven. Emergency exit triggert meteen. Ja, dat denk ik ook, ja. Guillotine, nou die ga ik niet leren. Ben jij iemand die veel one-hit KO moves gebruikt? Als ik in een troll mood ben, wel ja. Mm. Maar dan ga ik ook nog een stapje verder. Dan doe ik iets als bijvoorbeeld een Quick Claw Raidon met Horn Drill. Oké. Een Quick Claw Raidon met Horn Drill, oké. Maar dan moet je, blijft het natuurlijk alsnog 1 op 30% van de tijd. Ja, maar als het triggert, dan is het fun. Niet dat het vaak triggert, maar... Nee, als het geen stall is, geen hyper offense en geen monotype, dan is het gewoon troll. Rillaboom is dood. Ja, maar hij is eigenlijk de Cinderace dood. Duurt even. Nou, ik vind het wel fijn dat mijn Pokémons een beetje levelen nu. Oh, hij is al klaar? Huh? Oh, oké, dat was snel. Voor mijn gevoel had hij de vorige keer veel meer Pokémons. Zo zou wel eens kunnen. Ja, had er nu maar 3 volgens mij. Bijzonder. Of je one-shot ze allemaal nog niet eens in de gaten. Kan ook nog. Nou, dat kan me bijna, niet voorstellen. Even nog healen natuurlijk, want dat zal hij wel niet gedaan hebben. Hè? Nee, tuurlijk niet. Kijk, en dit is het verschil tussen een Golett en een Dusclops. Golett gaat met de Eviolite heel snel neer door een crunch. Dusclops, een derde. Oké, dat scheelt wel, ja. En dan gaat ze meteen nog critten. Ik hoop zo van niet. Nou ja, ik kan er wel killen vanaf deze range. En dan staat voor de volgende. Praat over de volgende, terwijl Hop even gaat janken van nee, mijn Snorlax. Gaan we even kijken, wat is eigenlijk de volgende route? Ja, route 9 en dan kan ik in ieder geval een Pincurchin vangen, dat weet ik. Maar verder weet ik het eigenlijk niet. Route 9. Oh, ik mag vechten met deze bitch. Ik mag een Cramorant vangen. Nou ja. Oh, wel waterpokémon. Klopt. Maar... Even kijken. Cramorant, Winkel had ik al. Ik kan eigenlijk een Jellicent vangen. Oh ja. Dat is ook een waterpokémon. Ik mag een Mantine vangen. Oké, voor mij is er een Pincurchin en wat nog meer? Voor jou is het een Pincurchin. En dat dan doodse stilte. Ja. Dat was hem. Nou, dat schiet niet op. Nou ja... Ik vind het ook weer zo raar dat Thunderbolt geen effect doet als iemand dived. Dat vind ik zo raar. Dit was dom. Dit was al zo dom. Ik redeneer... Oh ja, het is Steel-type. Nee, het is ook een Flying-type. Kyoto. Is er iemand dood bij jou? Nee. Oh, oké. Dat dacht ik eventjes. Ik snapte niet helemaal wat je zei namelijk. Nou, ik ging naar mijn Golisopod tegen een Flying Type. Ah, oké. Ja, nee, Bugs kunnen niet heel goed tegen Flying Types. Nee, ik redeneerde, oh ja, het is Steel Type. Nee, het is ook nog iets anders. Wat ga ik tegen hem doen? Interessant. Nee, ik vang misschien een Jellicent. Ik heb besloten dat ik niet zo fan ben van lanterns. Om tegen te hebben. Even kijken, wat kan ik nog... Ja, ik heb hier redelijk wat Pokémon's hier hoor. Ja, ik denk dat ik alleen misschien ga voor een Jellicent. En dan misschien nog een Delmais. Want ik kan toch dingen niet evolven. Mantine. Dus met liefde toch? Of met... Je moet een Remoraid daarvoor in je party hebben. Echt? Ja. Ah, dat mag echt wel om moeten evalueren hoor. Nou ja, alsnog zou ik geen Mantine gebruiken. Dus. Nee, dat dacht ik al. Ik heb op zich niks tegen Mantine, maar... Ik ook niet per se qua design, maar het is niet mijn favoriete Pokémon of zo. Ik zal hem niet zo snel in een run gebruiken. Misschien dat ik hem wel eens in een randomized Nuzlocke heb gebruikt, omdat het niet anders kon. Maar... Nee, Mantine zit bij mij altijd in zo'n rare... Zo'n raar gat van... Ik zou hem niet snel gebruiken. Maar hij zal niet... Ik zou hem ook niet vergeten dat hij niet bestaat. Ja, precies. Hij zit in dat rare middenhol van... Ja, ik zal hem waarschijnlijk nooit gebruiken. Maar ik weet dat hij bestaat. Ja. Nou, ik ga weer healen. Net 1 battle gedaan. Nu maar weer healen. Ja, nou, ik kan... Hey, er zit gewoon geen laadstukje tussen route 9 en de town. En wij zijn allemaal blij om. Ja. Pincurchin, hè? Ja, sure. Nou, ik heb wat andere Pokémon's gebruiken. Ja, ik ben nog steeds bezig met Hop. Hop heeft letterlijk alles waar ik niet echt iets goeds tegen heb. Oké, dat is heftig. Ja, ik heb geen Fighting type. Ik heb geen Electric type. En ik heb geen Water type. Ja, dat is wel lastig. Ja. Ik heb Snorlax verslagen met Earthquake. Handig. Dat was het to-hit KO. Gastrodon, Pelipper. Pelipper mag je vangen. Ja, maar ik heb al een Wingull. Ah. Dus daar heb ik niet zo heel veel aan. Is Pincurchin een overworld? Of, Voor mij is het een overworld. Ik zal voor je kijken. Als ik het goed heb... Nee, fout. Random encounter. Gaan we zoeken. Oh, oké. Maar wel in de hele route, zeg maar. In het begin wel. In de B wel. Ah, oké. En dat is het. Je kan... Zolang je een beetje daar blijft, dan vind je hem wel. Maar anders, nee. Ah, oké. Nou, dat was Hop. Duurde even. Maar dan heb je ook wat. Precies. Kijk, Orbital heb ik eigenlijk maar voor 2 dingen nu. 1, zometeen de Spike Muff Gym. En om een beetje handigheid te hebben zometeen met wat fights. En dat is letterlijk het enige afval. Ja, ik ben nog niet helemaal uit hoe ik dat ga doen zometeen, de gym. Dark types. Nee, ik denk dat ik sowieso wanneer we in Winden zijn met team helemaal op de kop gaan gooien. Greenend blijft er sowieso in, maar ik wil even kijken naar de rest. Jij wilt gewoon die Greenend meenemen tot het einde. Ja, duh. Oh, ik heb Pokémon. Greenend is mijn starter. Oh ja, dat is waar. Rip reboot. Zo. Ja. Nou, dan fixen we even de surfding. Oh. Hallo, kom eens met je random encounter, jongens. Oh, eerst een Jellicent vangen. Hé, een Kingler. Je hebt nog steeds geen spijt van dat jij gekozen hebt voor je vuurnatie? Nee, zeker niet. Jij wel van jou, is of niet? Het is wel zo van de typings die ik heb, zijn wel allemaal late game. Ja. Maar alsnog. Octillery. Blub. Dus ja, dat is inmiddels ook een beetje het hele ding. Ik ben op zich wel blij dat ik niet weer voor Earth ben gegaan. Hé, hey, Pincurchin hè? Is die alleen elektrisch? Alleen elektrisch. Ja. Hoezo, had je nog iets in je, anders in je hoofd van? Bug misschien? Nee. Kingler. Ik doe één uitroepteken check en dan ga ik gewoon direct door naar beneden. Hey, Cramorant. Daar ben ik wel nu ondertussen nog op zoek, maar... Oh, ik ben even rustig aan het kijken hoor. Gewoon even kijken of er Pincurchin tegenkomt. Er is nog wel een Pokémon die misschien het team nog wel haalt als er weer wat doodgaat. Ja, want op zich is er niks mis met een pure electric type. En die is aardig bulky. Nee. Ja, precies. En dat is ook zo'n Pokémon die ik eigenlijk wel een keertje wil gebruiken, maar eigenlijk nog nooit gebruikt heb, zeg maar. Mm. Ja, ik heb wel het gevoel dat Pincurchin wel een hele lage encounter percentage heeft. Ja. Maar ik probeer het. En dit is waarom je Pokédolls hebt. Oh, Cramorant. Was Cramorant visible of? Nee, in het gras. En volgens mij heeft hij een heel hoog percentage. Ja. Ik ben van de 10 keer denk ik 8 keer Cramorant tegengekomen. Nee, 9 keer, want ik ben 1 keer Kingler tegengekomen. Hé, hey, Pincurchin. Wacht, is deze shiny? Nee. Ik wist even niet hoe die eruit zag. Ik vond hem een beetje... Hij had een andere kleur dan dat ik dacht dat hij was. Ja. Oké, even weer healen. Dat was het enige nadeel aan het gebruiken van een freaking... Oh nee, hoezo heeft hij Bubble Beam? What the fuck? Ja, hij heeft Bubble Beam. Dat heeft mij... Ja, daar komen we nu ook achter. Dat heeft bij mij mijn Rhyhorn gekild in een run. Van, oh nice, electric type. Ja. Oh, kut, electric type. Mijn Ninetales gingen bijna aan. Holy shit. Ja. Dat is niet leuk. Dat is inderdaad niet leuk. Maar gelukkig heeft hij het overleefd. Gelukkig was het geen stab, zeg maar. Nee. 1, 2, 3. Nope. Goed bezig, Cramorant. Ga gewoon aan de bal. Je hebt toch niks beters te doen. Oh, waar. Oh, niet eens één schutje. Wat is dit nou weer? Het probleem is dat je die Pokémon ook nog dood kan gaan aan de heel hier. Mm-hmm. Klopt. There we go. Is die geburnt? Even kijken. Ja, het enige wat ik hierna nog wil is een Delmais. En dan ben ik klaar. Ja, die zit helemaal onderin toch? Vlakbij Piers. En de procent dat je hem tegen kan komen is gewoon minimaal. Dus het kan ook zo zijn dat kan je wel doorlopen. Ja, je kan wel daar gewoon de route uitlopen en dan er weer inlopen, zeg maar, om te resetten. Nee, dat klopt ook, maar... Jee, ik heb de Pincurchin, nice. Yeah. Ik dacht ook nu, ik had die crowd toen daar tegen gezien, ik denk van... Zat Everlock al in de game? En nu kijk ik, oh ja, op deze route kon je een Burkmite vangen. Nee. Dat vergeet je toch van... Zat hij oorspronkelijk wel of niet in de game? Ja, maar het is ook echt zo'n Pokémon die mij echt helemaal niks... Daar geef ik niks om, zeg maar. Nee, ik vind Everlock wel gaaf. Je doet er geen ruk mee. Het is een koffietafel, zowel letterlijk als figuurlijk. Ja. Maar, ja. Kijk, nu is de vraag. Kan ik de naam uittikken? Ah, for fuck's sakes. Kan hem net niet. Dat is jammer. Dat is het Doofenshmirtz. In plaats van Doofenshmirtz. Heeft hij ook duistere plantproducties? Ja. Oké. Nee. En Linone. In een andere server. heb ik een standaard afbeelding als mensen iets van mij willen vragen. En, en dat is gewoon Doofenshmirtz Evil Incorporated. En alleen dan, in plaats daarvan Doofenshmirtz, is het gewoon de avatar van TSG. Oké. Het is heel dom, maar ja. Oh, je bent ook aan het vechten tegen de Team Yale Grunts. Yes. Met een Linone. Met een Linone, ja. Linone power. En ik moet even gaan wisselen naar iets anders. Earthquake. Ik was vredelijk Dusclops vooraan had staan. Ik doe gewoon op alles waar ik geen counter voor heb, doe ik Earthquake. Dan komt het ook goed. Ja, het is een goede manier. Ja. Dus was het een goede call om een Flygon erin te zetten voor die een andere machtcase. Even kijken. Pangoro om het me in te wrijven, wat een bitch. Heerlijk. Dat was de Linone. Oh, hij was bijna ook one-hit KO, zo jammer. Nou, kom maar door. Was de volgende? Was de volgende? Pangoro. Oh. Ik dacht dat ze maar één Pokémon hadden, maar oké. Doen we makkelijk weer een Spirit Break. Hoppakee. Pangoro Goro is dood. There we go. En nou is het team jouw grunt. Nog 8 levels en dan evolueert Parniard. Het duurt nog steeds veel te lang. Yep. Maar ik ben dedicated. Ja, nou, dan pak ik hem maar eerst even een andere mon. En dan, als ik hem graag zou willen hebben, dan stop ik hem later wel in. Want ja, ik heb het nu wel gezien met Golett. Die gaat dood. Ja, maar ik gebruik Panyard ook niet, hè? Nee, klopt. Maar... Ik laat hem alleen maar in mijn team om te trainen, hè? Maar ja, bij mij is het gewoon van, als ik iets in mijn team heb, dan wil ik hem ook daadwerkelijk gebruiken. Mits eigenwaard kan worden. Healen, denk ik, of niet? Nee. Fuck healen, gewoon doorgaan met de gij. Of hield hij jou niet? Famous last words. Nee, Wat vind je eigenlijk van Graplokt? Vind ik een vette Pokémon. Ook een Pokémon die zou zomaar in mijn eerste run kunnen zitten, maar hij heeft het net niet gehaald, zeg maar. Zo'n Pokémon is daar. Ik vind het jammer dat hij niet electric fighting is. Ja, dat klopt. Maar hij is waterfighting dan, toch? Of alleen maar fighting? Hij is pure fighting. Oh ja, dan, dat is wel lame, vind ik. Want puur design zou je zeggen van... Hé, hey, weet je dat elektrische heeft hij wel? Ja, inderdaad. En water zou ik ook niet raar vinden, omdat het een octopus is en hij zwemt in het water. Ja. Zijn weer van die designs waarvan je afvraagt van... Dit zou toch iets veel logischer zijn? Nee. Ja. Oké, als jij het zegt. Als de makers het zegt, dan vind ik het allemaal prima. Dat is niet waar. Het is hetzelfde als dat ik het irritant vind dat Charizard weer een Gigantamax vorm heeft. Ja. En de volgende gimmick die ze voor generatie 9 verzinnen, dan heeft Charizard sowieso weer een vorm. Zeg dat nou niet. Nee. Kijk, op zich, ik heb niks tegen Charizard. Sinds generatie 6 wel. Ja. Sinds 2 verschillende mega's. Kijk, ik vind Mewtwo niet erg. Mewtwo heeft er 2, dat vind ik niet erg. Wel één simpele reden. Mewtwo is genetisch gemaakt. Ja, en Mewtwo is een legendarische Pokémon, dus dan kan ik het ook nog wel wat makkelijker accepteren, zeg maar. Alleen Charizard is gewoon een starter, zeg maar. Eigenlijk verdienen alle starters dezelfde... treatment. Ja, dezelfde treatment als Charizard. Maar... Nou, en nu heeft tenminste Venusaur en Blastoise ook een Gigantamax-vorm. Ik heb nog de grap gemaakt tegen iemand van... Oké, nu heeft Blastoise en Venusaur er één. Nu krijgt Charizard nog één. Ja, nou, dat had me niet eens iets verbaasd. Echt. Nee, maar... In mijn gedachten zit ik ook zo dat Crown Tundra en Isle of Armor oorspronkelijk in de game hadden gezeten. Maar alleen als DLC werden verkocht later, omdat ze niet konden afmaken in de deadline. Denk je? Ik denk dat het wel het idee is, ja. Want het sluit heel mooi aan. Want ze moesten niet door loops heen springen van... Oh ja, hoe gaan we een beetje doen alsof er een soort van extra eiland is? Ja. En de DLC kwam aardig vroeg. Ja, toch al ruim een half jaar verder, hè? En aangezien ze nu geen extra game, of geen game maken voor dit jaar. Nee, klopt, maar... Nee, ik zit er zo in van... Ik zou het totaal niet gek vinden als dat in de oorspronkelijke game had gezeten. Oké. Okay. Oh, ik rijd tegen Burgmite aan. Want als ik... Want het sluit ten eerste mooi aan. Ten tweede, dus het hele National Dex verhaal heb je er ook mee afgesloten. Ja. Yeah. Naar mijn mening niet op de meest nette manier, maar... Het is wel afgesloten. En ja, ik zat ook op mijn kop dat misschien nog 2 DLC's komen. Er zitten alle Pokémon's er opeens in. Maar ja, ze flikkeren wel meteen alle Legendaries er meteen in. En dat schiet ook al een heleboel op. Yup. In generatie 1 zijn het er al meteen 5. In generatie 2 zijn er volgens mij een stuk of 6. Generatie 4 is echt heftig. Die heeft echt de meeste. Ja, dus niet, ja, als je Ultra Beast meetelt, dan niet. Maar anders heeft generatie 4 de meeste. Ja. Alleen ik vind het zo jammer dat ze niet ook een keer gewoon alle Mythicals erbij doen, weet je wel. Ja, klopt. Maar ik denk dat we in Spikemunt zijn. En ik denk dat we de volgende aflevering even Spikemunt in gaan. Dat lijkt me een goed idee. Dat lijkt me zeker een goed idee. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het kijken, inderdaad. Vond je nou een leuke aflevering? Doe even een duimpje omhoog. En dan zien we jullie heel graag bij de volgende aflevering weer. Vergeet niet te abonneren op dit kanaal en ook niet op het kanaal van Jordi, de Subpar Guys. Dit kanaallink staat in de beschrijving. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios amigos.